Het heeft nog helemaal geen zin om al een miljoen op je bankrekening te krijgen. Je hoeft nog niet met je neus in de krant. Dat ik dan in zo'n soort rollercoaster terechtkom, of valt dat mee? Zie je het een incubator een beetje als een couveuse? Is het zo dat jij al die proefschriften scant en denkt, hey, dit is een goeie? Nou, het antwoord daarop is misschien niet wat je verwacht. Wat voor oproep zou je kunnen doen hier? Een plek op Utrecht Science Park waar alles samenkomt. Wat vind je zelf het allerleukste van dit werk? Om door jou gefileerd te worden. Studenten van de Universiteit Utrecht die bezig zijn met hun proefschrift komen tijdens het schrijven en tijdens hun onderzoek voor het proefschrift er vaak achter dat er een behoefte is aan een product of aan een dienst. En die vaak nog niet ingevuld is en die ze als ondernemer zouden kunnen invullen. Nou, om ze daarbij te helpen hebben we in Utrecht een aantal instanties die ze kunnen steunen bij het opzetten van hun bedrijf. De hulp in Utrecht komt bijvoorbeeld van Utrecht Inc. En dankzij Paul Leufkens van Cartech, die bij ons te gast was in Duik en Zaken een paar maanden geleden, hebben wij hem nu in ons midden, directeur van Utrecht Inc., Jorg Kop. Dag Jorg. We hebben veel studenten, hè, met goede ideeën. Absoluut. En het mogen er nog veel meer zijn. En het zijn niet alleen studenten, het zijn ook wetenschappers, het zijn artsen, het zijn professoren, het zijn tech-ondernemers uit de regio die een idee hebben, die alleen zijn, misschien met z'n tweeën zijn. En die eigenlijk setje in de rug moeten krijgen. Ja, want ik vroeg me wel een beetje af, hoe gaat die selectie dan in zijn werk? Is het zo dat jij al die proefschriften scant en denkt, hey, dit is een goeie? Of wacht je tot zo'n student of een wetenschapper of een professor naar je toe komt? Nee, de proefschriften en de onderzoeken is mooi, hè? Want dat is kennis die eigenlijk met een stuk publiek geld ontwikkeld is. En die het verdient om ook weer naar de markt toegebracht te worden. We noemen dat ook wel valorisatie, kennisvalorisatie. Wij selecteren dat niet vooraf, maar we worden wel heel vaak getipt. Hey, ergens in de universiteit is dit aan het gebeuren. Ga eens praten. Ga eens kijken of je eventueel de onderzoeker kan helpen om te linken in je netwerk. Om samen met een ondernemer die kennis naar de markt toe te brengen. En uiteindelijk draait het niet alleen om die kennis. Het draait, zoals jij tijdens de introductie al zei, het draait om het oplossen van een probleem in de markt. Hè? Een behoefte die er is, die met die kennis opgelost gaat worden. Ja. Dus het is wel een soort van scannen, maar niet zozeer het proefschrift, maar meer binnen Utrecht Science Park eigenlijk van wat gebeurt er? En is er iets waar we iets mee kunnen? Ja, we zijn constant bezig met het luisteren wat er gebeurt. Ja, screenen en scouten. Heb je dan soms wel, dat lijkt mij zo, dat je iets hoort, je denkt, nou, als dit inderdaad zo is, nou dan. Ja, je komt prachtige dingen tegen. Waarbij we ons altijd moeten realiseren, als je iets hoort voordat het een keer op de markt is, is met dit soort deep tech, noemen we dat dan. Deep tech? Deep tech, dus waar heel veel kennis in zit. Yeah. Dat kan jaren duren. Helemaal als het uit het UMCU komt, Utrecht Medisch Centrum. Yeah. Dan zijn dat trajecten met goedkeuring erbij. We hebben Paul hier in de uitzending gehad. En is ook een jaar of 3-4 bezig voordat hij eindelijk een keer zijn ding echt kan gaan doen. Ja, ja, want het product is eigenlijk pas heel kort. Precies. Op de markt. Hij zat nog in een pilotfase, begreep ik van hem. In 12 jaar, hè, met trots, hebben jullie dat op de website gezet. 259 bedrijven helpen opzetten. 2,3 miljard aan investeringen opgehaald. En 300 miljoen aan omzet gerealiseerd. Ik neem aan dat Utrecht Inks ook in andere universiteitssteden bestaan. Maar doen we het extra goed in Utrecht? Correct. Dus we bestaan in Nederland in de meeste universiteitssteden inmiddels start-up incubators. Doen we het goed in Utrecht? Ja, we doen het eigenlijk wel heel erg goed. Samen met onze vrienden van Yes Delft, geleerd aan de Universiteit Delft, hebben wij een top 10 positie in de wereld zelfs. Maar en heeft Delft alweer een hele sexy naam? Ja, nee, zeker. Yes Delft. Yes Delft, ja. Ja, dat hebben ze ook goed in de markt gezet. Yes Delft heeft natuurlijk te maken met de echte, hoe noem je dat? Onderzoekers die ook daadwerkelijk producten maken. Mm-hmm. En dat is toch anders dan wij die een stukje software eigenlijk vaak in de markt zetten. Het draait bij ons veelal om pruttelende algoritmes op de achtergrond, hè? Mm-hmm. Maar als je alles bij elkaar optelt, hey, een impact van 3000 werknemers inmiddels, die eerst niet bestonden en nu wel. Een aantal success stories zoals Argenics in België aan de beurs genoteerd, etterlijke miljarden waard. GitLab is ooit bij ons in een hoekje begonnen. Ik heb zelf ooit Snapcar opgericht. Nou, Snapcar bestaat hier ook gelukkig nog in de regio. Hoe leuk is dat? Ja,
Ja, daar word je blij van. Ja, ik kan me voorstellen. Waarom is die focus vooral op die tech? Want we hebben toch ook heel erg die zorg we hebben toch ook wel producten? Ja, zeker. Maar ook in de zorg. Er komt altijd wel een technologische component, een IT-component in terug. En ook life sciences wordt steeds meer met een IT-component. Ja. Yeah. Dus daarvoor zijn wij er. Dankzij ons netwerk van mentoren, netwerk van talent. Je moet wel zorgen dat je het juiste team hebt staan. Programma's die we aanbieden. Funding die ze bij ons op een of andere manier kunnen krijgen. We hebben zelf in samenwerking met onze partner Rabobank het Rabo Pre-Seed Fonds. Van waaruit we leningen kunnen verstrekken aan deze start-up. Pre-Seed? Pre-Seed. Oké. Okay. Precies. Dus de vroege fase. Opstart. Ja, vroege ja, fase, ja. Opstartfase. Ja, en op die manier proberen we het de ondernemer net wat makkelijker te maken. Ja. Dan zie je het een incubator een beetje als een couveuse voor een baby. Om hem door die eerste fase heen te trekken en hem te behoeden van de valkuilen waar anderen al een keertje eerder in gedonderd zijn. Ja. Hoe werkt dat dan? Hè? Stel, ik zwerf een beetje rond daar op dat Science Park en ik heb een leuk idee en jij krijgt daar lucht van. Ja, ik heb je. En dan ga je me bellen. Ja. En dan? Ja, of jij komt bij ons terecht. Mm-hmm. Het kan twee kanten op werken. Nou, dan gaan we eens kijken waar je precies mee bezig bent. Dan hopen we dat je al voor jezelf uitgemaakt hebt dat je ook zelf wil gaan ondernemen. Want veel wetenschappers en veel studenten die struggelen nog een beetje van ja, het is allemaal wel mooi en ik heb een goed idee. Maar ja, ik ga er niet 200% van mijn tijd in stoppen, want ik heb een academische carrière die ik wil vervolgen of ik moet nog afstuderen of wat dan ook. Dus heb je mensen om je heen nodig. Die zijn via ons netwerk, via onze community, ons ecosysteem relatief makkelijk weer aan jou te koppelen. Ja. Dus we proberen eerst wat makkelijke slagen te maken. Dan hopen we dat er een propositie staat waar je daadwerkelijk mee onze programma's in kan. Validatieprogramma's. En in die programma's gaan we proberen om jou zoveel mogelijk richting klanten te krijgen. Om daar te gaan luisteren wat je goed doet of wat je niet goed doet. Ja. Want uiteindelijk draait het om die betalende klant. Ja. En dan ook zo snel mogelijk begrijp ik, en dat begreep ik ook een beetje van Paul Leufkens. Een Paul Leufkens aan een wetenschapper koppelen of aan een student koppelen. Ja. Vanuit het bedrijfstechnisch perspectief. Ja, correct. Lukt dat altijd? Is dat altijd... niet altijd. Maar wat je ziet gebeuren is... Het gaat op een gegeven moment een beetje rondzingen. Weet je? En dan is het weer even rustig. En dan opeens is er iemand die weer... de ondernemer weer een aantal stappen verder kan helpen. Dus mm-hmm. Eigenlijk werkt het altijd wel. Ja. Wat vind je zelf het allerleukst aan dit werk? Het hele netwerk wat erbij hoort. Het is fantastisch. Want de ondernemer loopt tegen zoveel uitdagingen aan. Dat hij vaak niet weet waar hij moet beginnen. Nou, wij kunnen dat al redelijk plat slaan. Hè? Blijf daar nou eens weg. En je hoeft nog niet met je neus in de krant. En het heeft nog helemaal geen zin om al een miljoen op je bankrekening te krijgen. En overal te gaan lopen pitchen om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Ga eerst eens even ervoor zorgen dat je je marktvalidatie op orde hebt. Mm-hmm. Dat soort kleine tips en tricks. Waarbij je ziet dat die ondernemer inderdaad opeens... doorschiet. Ja, het is fantastisch om te zien. Ja. Misschien moeilijk om te zeggen, maar wat is de grootste blunder? De grootste blunder? Jeetje. We hebben nu, zoals je zelf al aangaf, meer dan 250 start-ups in huis gehad. 40% daarvan faalt ook. Je haalt dus niet 40%? Haalt dus niet de eindstreep. 60% okay. Wel. En wat is de eindstreep? De eindstreep is dat je een bedrijf hebt waar je met veel plezier elke dag gaat werken. Nee. En een gedeelte daarvan is dan ook nog een keer echt hoogschaalbaar geworden. Met internationale uitrol en een flink aantal arbeidsplaatsen creërend. Mm-hmm. Maar voor onszelf, wat is de grootste blunder geweest? Kom ik later in het gesprek op terug. Ja, is goed. Denk dan even over na. Ik ga je ook vragen om het grootste succes natuurlijk. Dan weet je dat vast. Sommige ideeën zijn dus blijkbaar zo succesvol dat het heel veel geld op gaat leveren. Dan krijg je natuurlijk allemaal van die aasgieren er bovenop zitten. In hoeverre blijft die student of die wetenschapper nog een beetje eigenaar van het bedrijf en van het product? Moeilijk om over één kam te scheren, omdat er heel veel mogelijke opties of uitkomsten zijn. Wij weten aan de andere kant van het spectrum wat investeerders willen zien. En investeerders willen zien dat er bij de founders, de oprichters van een mm-hmm. start-up, gewoon nog een heel groot aandelenpercentage zit. Heel veel skin in the game, zoals we dat noemen. En dat proberen we ook altijd te bewaken. En dat is wel van tijd tot tijd een strijd met bijvoorbeeld de kennisinstellingen. Want die proberen toch een stuk IP te commercialiseren. IP? Intellectual property, okay. Patenten.
Goed dat je de vraag stelt. Mm-hmm. En aan de andere kant probeer je voor die ondernemer toch een zo mooi mogelijke rode loper richting de toekomst uit te leggen. Dus er moeten uit te rollen. Dus er moeten wel eens wat robbertjes gevochten worden. Ja, een spannend spanningsveld. Wanneer is eigenlijk Utrecht Inc. begonnen? Wij zijn formeel onder de naam Utrecht Inc. gestart in 2009. Oké, dus nu 12 jaar. Nu 12 jaar. En wie financiert het? Wij hebben als aandeelhouders UMC Utrecht en Universiteit Utrecht. Daarnaast zijn andere founders vanaf het begin Hogeschool Utrecht, gemeente, provincie en de Rabobank. En deze vijf partijen bij elkaar zijn ook onze belangrijkste financiers. Oké. En betekent dat dan ook dat Utrecht Inc. in al die bedrijven, die 259 bedrijven, een aandeeltje heeft, zodat er wat teruggevloeid naar de organisatie? Nou, het antwoord daarop is misschien niet wat je verwacht, maar nee. Wij nemen geen aandelen in deze bedrijven. En dat doen wij niet omdat wij denken dat de ondernemers het beste af zijn. Op langere termijn, hè, beter investeerbaar in de toekomst door andere investeerders, als wij geen aandelenpercentage in het begin nemen. Hoe doen we dat wel? We hebben wel met de ondernemers een succesfee afgesproken. Dus als zij het heel erg goed doen na een jaar of 3-4, dan krijgen we iets terug om de volgende generatie start-ups weer in het zadel te kunnen zetten. Oké, maar dat doen ze met plezier, neem ik aan dan. Ja, als het succesvol is, dan hebben ze toch geholpen. Maar hoe intensief is zo'n begeleidingstraject? Hoeveel uren heb je het dan wel niet over? Ja, die zijn wel intensief. Ik bedoel, als je ervoor kiest om je eigen start-up in de markt te zetten, dan moet je er ook echt vol gas voor gaan. Ga je er niet vol gas voor, dan kan ik je bij voorbaat al vertellen dat het een moeilijke reis gaat worden. Ik bedoel eigenlijk ook een beetje, wie zit er bij Utrecht Inc.? Die ook daadwerkelijk operationeel zijn richting de ondernemers? Ja. Nou, we hebben een team met z'n vijven in totaal. Dus een relatief klein team. Waardoor we wel lekker onder bal kunnen spelen. Maar waardoor we ook vaak nee moeten zeggen. Als je je eigen bedrijf runt, is dat alleen maar fijn. Hè? Want dan heb je een duidelijke lijn. Maar we maken veel gebruik van externe experts en vrienden van Utrecht Inc. En mentoren. We hebben een mentorenpool van meer dan 150 mentors die hun tijd heel graag bij Utrecht Inc. startups inzetten. Ja, en zijn dat voor mensen? Heel divers ook. Allerlei invalshoeken. Finance experts, marketing en sales experts, tech experts in diverse bedrijfstakken. Ik kan me ook zo, ik zit me een beetje voor te stellen, als je dan een goed idee hebt en ik kom met jou in gesprek en ik kom bij Utrecht Inc. binnen, dat ik dan in zo'n soort rollercoaster terechtkom, of valt dat mee? Nou ja, het gaat wel om die energie. En dat is natuurlijk ook een spanningsveld geweest nu met COVID, corona-periode en mensen thuiswerken. We hebben een lege incubator. Waar zijn we? Dat kan niet, hè? Dus we zijn ook een beetje via het grijze gebied met de opening wel open gebleven. Dus de ondernemer kon wel terecht. Nou, dat hebben ze allemaal keurig netjes gedaan. Want het draait gewoon om die spontane gesprekken bij het koffieapparaat. Nee. Hè? En als er een klant binnenkomt voor Startup X en die ziet toevallig het logo van Startup Y en klopt eraan en gaat hij misschien naar buiten met een deal met Startup Y in plaats van X. Ja. Nou, dit is een hele subjectieve vraagstelling misschien. Maar ik kan me zo voorstellen dat de grote denkers afgelopen jaar, misschien ook wel dankzij COVID, de tijd hebben gehad om met mooie nieuwe ideeën te komen. Ja, denk je dat er een enorme boost gaat komen? Ja, nou, er zijn weer veel pijnen gecreëerd in de maatschappij die opgelost moeten worden. Dus wij zien ook dat we op dit moment een overweldigend aantal start-ups aan de deur hebben kloppen die deel willen nemen aan onze programma's. Is Utrecht Inc. al een beetje self-supporting of moet er elk jaar nog wel geld bij van al die partijen? Er moet wel geld bij, maar van de andere kant draaien we ook onze eigen omzet. En wij zijn gewoon een waardecreator die wel iets van geld kost. Ja, ja. En dat moeten we ons realiseren. Wat heb je als Utrecht Inc. nog nodig? Wat voor oproep zou je kunnen doen hier? Startups is een numbers game. Dus we hebben veel startups nodig om uiteindelijk een paar hele succesvolle over te houden. En die hele succesvolle hebben we nodig voor de BV Nederland. En degene die uiteindelijk niet de eindstreep halen, die ondernemers hebben ook waanzinnig veel geleerd. En kunnen misschien als second time entrepreneur, als ze het weer een keer proberen, wel succesvol worden.
Dus ja, we zijn altijd op zoek naar die goede ideeën, naar die goede ondernemers die we met ons netwerk heel graag verder willen gaan helpen. Ja, tech, wel tech. Tweede verzoek wat ik nog neer wil leggen, waar ik naar op zoek ben, is ook een plek op Utrecht Science Park waar alles samenkomt. We hebben zoveel mooie dingen nu met z'n allen gebouwd hier in de regio, maar ook op Utrecht Science Park. Laten we ervoor zorgen dat ook de buitenstaander, als die het pand inloopt straks, meegezogen wordt in die energie, waar iedereen uiteindelijk zijn ding kan komen halen. Ja, dat is nu nog te weinig, vind je? Nu nog te weinig. Ja. Ja, het is nog te gefragmenteerd in het Utrechtse. Ja, leuk, ik heb ook zin in. Lijkt me leuk. Ja, goed zo, leuk. Nou ja, welkom. Nou, laten wij alvast een beetje de proeftuin zijn, want ik geef je nu de gelegenheid om iemand uit jouw ongetwijfeld brede netwerk uit te nodigen om een keer langs te komen bij Duik in Zaken. We hebben natuurlijk veel ondernemers gehad door de tijd heen. Maar ik wil heel graag Pieter Broekema van SensorFact uitnodigen om door jou gefileerd te worden. Gefileerd? Voelt dat zo, ja? Voel je hier gefileerd? Nee, maar je kan hem wel fileren. Ik kan hem fileren. Pieter Broekema, als je kijkt, stuur ons een mailtje diz@duik.nl. Maar ik weet zeker dat Jorg jou ook nog wel gaat benaderen. Dus dan komt het allemaal goed. Mag ik jou heel erg bedanken, want het is alweer voorbij. Hou ons op de hoogte. Als er weer een keer wat leuks is, kom nog eens langs. Weet je. Dat is altijd. Dankjewel. Of jij bij ons. Ja, ook graag. Ja, dat doen we zeker een keer. Dankjewel. Jorg Kop met het verhaal over Utrecht Inc. Wat ze doen, wie ze zijn en wat er allemaal gebeurt daar op dit moment. Tot zover deze aflevering van Duik in Zaken. Mocht je contact met ons willen opnemen, dan kan dat via ons mailadres diz@duik.nl. Voor nu zeg ik tot volgende week. Blijf ondernemen en blijf gezond. Check. Leuk. Goed, dankjewel. Mooi verhaal. Leuk. Leuke vraag. Hè? Oh, de blunder, ja. De blunder. Ja. We zijn nog even terug, want ik vergeet natuurlijk iets. Want we hadden het over de blunder en het succes met Jorg Kop. Dus daar gaan we nog even over hebben, Jorg. Ja, potverdomme. Heb je inmiddels een blunder bedacht? De blunder. Nou ja, de blunder voor Utrecht Inc. Hè, is toch wel geweest dat wij op een gegeven moment probeerden onszelf wat schaalbaarder neer te zetten. En dat betekent dat je start-ups op een uniforme manier door programma's gaat trekken. Waardoor je eenheidsworsten gaat creëren. Als er iets is wat start-ups niet zijn, dan zijn het eenheidsworsten. Wow. Dus die ondernemer die moet het doen, die moet je in zijn kracht zetten. En wij moeten back-off, meer naar de achtergrond. Maar waar resulteerde dat in? Dat ondernemers afhaakten omdat je te veel je protocolletjes aan het volgen was? Nou, niet zozeer afhaakten, maar dat we zelf merkten, hey, de magic begint hier te ontbreken. Laten we kritisch kijken naar wat we eigenlijk aan het doen zijn. Door dat weer aan te passen, zie je dat de ondernemer weer echt op het standbeeld geven. Heerlijk, dus toch de menselijke maat. Precies. Heel goed. Dank dat je nog even langer wilde blijven voor deze blunder. Met alle plezier. Want we waren het gewoon even vergeten. Dank voor het kijken, tot volgende week.